Ik ben een dromer. Altijd al geweest. Op mijn lagere schoolrapporten stond het al. Trudy is een dromer. Trudy droomt te veel. Trudy moet wat minder dromen en wat meer doorwerken. Ik had trouwens uitstekende rapporten, dus waarom ik nou nooit mocht dromen, vraag ik me nu af. En dan nog, mag je je alleen permitteren te dromen als je schoolprestaties goed zijn? Dagdromen is een soort ontsnappen aan de realiteit. Maar met mijn realiteit was niks mis. Ik heb een hele leuke, liefdevolle jeugd gehad. Met ruimte om te dromen. Mijn fantasie gaat nog steeds met me aan de haal. Ik wil bijvoorbeeld altijd op een andere plek wonen dan waar ik woon. Hoewel ik al bijna 30 jaar in Almere woon en hier een heel gelukkig leven leid. Als ik vroeger met mijn broertje en moeder naar de bieb ging, koos ik mijn boeken altijd op de juiste illustraties. Ik twijfelde nooit, het voldeed wel of het voldeed niet. Nu besef ik dat het enige criterium was, wil ik in dat plaatje zijn? Ik volg verschillende illustratoren op Insta en nog steeds hanteer ik datzelfde criterium. Met mijn schilderijen moet ik dat gevoel ook krijgen. Wil ik er deel van uitmaken? Ik maak een soort abstracte landschappen. Soms wat meer abstract, soms wat meer figuratief, maar altijd bestaand uit herinneringen aan vroeger, aan vakanties, uit mijn jeugd, aan reizen. Er blijft een soort verlangen om te ontsnappen aan de realiteit. En waarom? Ik weet het niet. Ik ben heel gelukkig. Letterlijk en figuurlijk een zondagskind. Zo ben ik gewoon, denk ik. Een dromer.